We staan hier in de Hermitage met de persvoorlichter. Wilt u uzelf even voorstellen? Mijn naam is Martijn van Schieveen en werk hier voor de Hermitage in Amsterdam. Onder andere aan deze mooie tentoonstelling. En welke tentoonstelling is dat? Dat is de tentoonstelling Alexander, Napoleon en Josephine. Een verhaal van vriendschap, oorlog en kunst uit de Hermitage. En misschien kunnen we iets vertellen over hoe dat die rampzalige Russische veldtocht, dat Napoleon en het werd koud en het drama. Ja. Kunt u daar iets over vertellen? Nou ja, daar hebben we ook wel eens lezingen over hier overigens in de Hermitage. Maar daar kun je echt dagen naar luisteren, dat verhaal. Dat is echt zo verschrikkelijk geweest. Napoleon die uiteindelijk na die vrede dacht hij, ja, ik moet toch die tsaar weer eventjes een lesje leren. Dus die trok met al zijn troepen Rusland binnen. En dat ging vrij snel, hè, kwam die helemaal tot aan Moskou. Maar wat gebeurde er in Moskou? Die Russische tsaar die heeft die hele stad ontruimd. Dus er was niemand meer in die stad. Nee. En die Russische tsaar die antwoordde ook niet op de voorstellen van Napoleon, hè, om tot een vergelijk weer te komen. En toen zat er voor Napoleon niks meer anders op dan weer terug te gaan. En toen werd het winter. En de Russische winters zijn heel streng. Dus al gauw dunde eigenlijk het hele leger van Napoleon uit tot een klein groepje. En dat werd nog dramatischer, want op een gegeven moment moesten ze een rivier oversteken terug naar Frankrijk. En daar dreven allemaal ijsschotsen in. En ze konden er niet overheen, want er waren geen bruggen. Dus toen moesten ze zelf bruggen bouwen. Nou, dat was een vreselijk. Ja, ik heb begrepen dat Nederlanders daar ook een rol in hebben gespeeld. Ja, dat klopt. Dat klopt. Er zijn ongeveer 20.000 Nederlandse bruggenbouwers. Gingen mee met Napoleon, Rusland in. En een hoop van hen, die hebben dus die bruggen gebouwd over die rivier. De Berezina. En als zij er niet waren geweest, dan hadden die bruggen er niet zo snel kunnen komen. En daardoor eigenlijk hebben toch behoorlijk wat soldaten uit het Franse leger de overkant kunnen bereiken. En terug naar Frankrijk gegaan. Maar het was zo verschrikkelijk, die toestand. Het was winter, min 20. En iedereen, heel veel paarden en mensen kwamen om van de kou en door verdrinking en dergelijke. Het was verschrikkelijk, echt. Ja. Nou heb ik ook begrepen dat niet alleen Napoleon, die had enorme verliezen geleden, maar ook de Russen, terwijl de Russen toch echt wel gewend waren aan die kou en zo. Ja. Had de tsaar daar geen voordeel van dan? Nou, de tsaar had er zeker voordeel van natuurlijk, want ze waren op zich gewend aan temperaturen, dus dat was een voordeel. Maar het Franse leger was wel echt heel goed georganiseerd in die jaren. Dus met name in de opmars naar Moskou, daar hebben de Russen heel veel verliezen geleden, omdat het Franse leger was echt een van de beste legers ter wereld. En daar konden de Russen gewoon niet tegenop. En ja, het enige wat hen kon redden was de winter, de Russische winter. En dat is dus ook gebeurd. En zo hebben ze toch de Fransen weer naar buiten kunnen drijven eigenlijk. Wat ik me ook afvraag is dat de oma van de tsaar, dat was Catharina de Grote of zo geloof ik. De Grote, ja. Ik heb wel eens gelezen dat die hele grote plannen met haar kleinzoon had. Ja. Heeft hij daar iets van waargemaakt? Zij heeft zijn regeerperiode niet meer meegemaakt. Maar zij heeft hem echt voor een groot gedeelte wel zelf opgevoed. Hè? En dat was echt een staatsopvoeding bijna. Een heel strenge Spartaanse opvoeding. Net als de oude grootheid Alexander de Grote, hè? Eeuwen daarvoor. En daarom heette hij ook Alexander. Om het groter te maken dat hij eigenlijk ook een nieuwe Alexander de Grote zou worden. Dus ja, of hij dat heeft waargemaakt? Nou, ik denk het wel. Want hij heeft per slot, is hij een van de grote geweest die Napoleon heeft verdreven eigenlijk. Ja. En dat was in die tijd was dat heel wat hoor. Dat was echt, dan was je de grote geallieerde overwinnaar. Ja. Maar als ik zo kijk van, als ik zo over hem lees en over hem hoor, zijn karakter was heel vriendelijk. Het was een charmante man. Terwijl ik denk aan grote heersers, dat zijn alles behalve charmante mannen. Ja. 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 Ja, nou ja, kijk, alle grote heersers hebben natuurlijk ook wel hun zachte kant, denk ik, hoop ik. Maar hij stond echt bekend inderdaad als een hele charmante, innemende man. Hij was knap, hij was heel groot. Dus alle vrouwen die keken al heel positief tegen hem aan. Ja, en hij had ook gewoon goede legerleiders, hè? Dus hij deed het niet zelf. Maar hij had goede generaals in zijn legers. Kutuzov, die hebben ook hier hangen, een schilderij van hem. Dat was een hele grote veldheer. Ja, die heb je wel nodig als je natuurlijk zo'n Frans leger tegenover je krijgt. En dus op een gegeven moment toen kwam de tsaar in Parijs.
hoe werd hij eigenlijk ontvangen door het Franse volk? Ja, dat is wel een leuk verhaal. Althans, leuk. Iedereen was eigenlijk bijna een beetje opgelucht dat het allemaal voorbij was. En we hebben hier in de tentoonstelling ook een aantal prenten hangen, waarbij je dus ziet hoe de prijzenaars eigenlijk zich helemaal uitdossen op straat en de Russische soldaten, de Kozakken begroeten. En ze waren vooral heel blij dat de stad ongeschonden bleef, hè? Dat er hen niks werd misdaan. En dat was ook eigenlijk de bedoeling van de tsaar. Die wilde helemaal niet Parijs kapot maken of iets. Hij wilde gewoon zorgen dat Napoleon verdween. Ja, ja. Nou ja, dat is gebeurd. Tijdelijk althans, want hij is toen verbannen naar Elba natuurlijk. En later kwam hij van de Elba weer terug, wist hij weer te ontsnappen, Napoleon. Toen heeft hij alsnog een groot leger op de been weten te brengen. En toen kregen we Waterloo. Ja. Nou, en dat was het definitieve einde. Ja, ja. Ja, ja. Nou ja, kijk, we hebben nog heel veel spullen hier. Meer dan 200 prachtige objecten hebben we hier staan. Waaronder, en dat is heel erg bijzonder, een dodenmasker van Napoleon. En die staat daarachter. En dat is eigenlijk het eerste masker eigenlijk wat van hem is afgenomen. Nog geen uur nadat hij doodging. En dat was heel bijzonder, want het is de allereerste die van hem gemaakt is. En daardoor zie je nog een beetje zijn levende trekken, zeg maar. En dat is wel heel bijzonder dat we die hebben. En verder is ook heel goed om te weten dat nou precies van al die drie de hoofdpersonen, hè, Napoleon, Alexander en Josephine, is eigenlijk Josephine de enige die nog tot in onze tijd haar stempel heeft gedrukt op de politiek, op alles. Want daar zie je allemaal beelden van de koningen en koninginnen van Zweden, Noorwegen, Denemarken, België in Luxemburg. En dat zijn allemaal mensen die allemaal nazaten zijn van Josephine. Ja. Dus zij heeft, grappig genoeg eigenlijk, een heel groot stempel gedrukt op Europa, wat we nu nog meemaken. En van Napoleon en Alexander eigenlijk, ja, daar zie je eigenlijk niet zoveel meer van terug. Ja, prachtige musea en prachtige tombes, maar live, echt in levende lijven, nee, dat is alleen Josephine. Ja.